Hoi allemaal, het is weer tijd voor een opgemaakt video. Want ik heb echt behoorlijk wat producten opgemaakt de laatste tijd. En ik dacht, ja, ik ga het gewoon weer even in een filmpje aan jullie laten zien. Want vorige keer had ik leuke reacties gekregen op mijn eerste opgemaakt video. Dus ik dacht, ik doe het nog een keer. Ik begin met een douchegel van de Body Shop. Vanilla Bliss Shower Gel. En deze was van de kerstcollectie. En ik moet eerlijk zeggen dat ik echt blij ben dat hij nu op is. Want ik werd hem gewoon echt zat. Het is wel echt een lekkere geur als je van vanille houdt. Maar ik vind hem zelf voor onder de douche toch niet zo lekker. Dan ga ik meer voor een wat frissere douchegel. En nou, ik zei ook echt tegen mijn vriend, als ik deze gebruik onder de douche, dan heb ik echt het idee dat ik appelstroedel ruik. Weet je wel, met die warme vanillesaus. Dus hij is wel heel heftig. Ik gebruikte hem ook liever als ik 's avonds ging douchen, want je wordt er eerder een beetje rozig van dan dat je er heel erg wakker van wordt. En ik heb de laatste tijd echt steeds heel veel in één keer gebruikt. Want ik had zoiets van, kom op, hij moet even op. Ik wil hem niet meer gebruiken. Dan nu een product dat ik wel echt heel fijn vond. Van Rituals, de Magic Touch Cherry Blossom and Rice Milk Ultra Witch Whipped Body Cream. Oké, dit is dus een body cream. En hij is dus vergeleken body butters een stuk dunner, maar wel weer dikker dan body lotion. En ja, deze ruikt zo lekker. Echt heerlijk mild en... ja, heel fris en bloemig, maar tegelijkertijd ook ja, heel romig. Ik kan niet uitleggen, maar ik denk dat dit een geur is die heel veel mensen wel lekker vinden. Het is niet heel uitgesproken. Mijn vriend vond deze ook heel lekker ruiken als ik hem had gebruikt. Ik vind het ook heel fijn spul. Het trekt wat sneller in dan body butters en het smeert ook wat sneller uit. Dus dat is wel fijn, ook als je wat meer haast hebt. Alleen voor mijn gevoel ging die wel echt snel op. Dus dat is wel jammer, want voor zo'n pot betaal je geloof ik... €15. Dus ja, dat is wel jammer. Maar daarom heb ik best wel zuinig gedaan en veel afgewisseld met anderen. Maar ik denk wel dat ik deze nog een keer opnieuw ga kopen. Want hij was wel echt super lekker. Nou, dan van L'Oreal Elvive, mijn haarmasker. Die hebben jullie echt wel vaker in favoriete video's gezien. Ik zweer echt bij dit spul. Tenminste, toen ik echt lang haar had, was dit ideaal. Ik gebruikte dit in plaats van crème spoeling, want ik was mijn haar 1 keer in de 3 dagen. Dus... op zich kan je best 1 keer in de 3 dagen zo'n masker gebruiken. En dan werd mijn haar zo glad en de klitten gingen er allemaal uit. En nou, dat was echt ideaal. Ik merk dat het nu eigenlijk niet meer nodig is. Ik heb natuurlijk een stuk korter haar, dus veel minder last dat het warrig wordt en zo. En nu gebruik ik eigenlijk gewoon weer een conditioner. Maar zeker als je lang haar hebt, dit is echt zo'n tip. Echt geweldig spul. Je haar gaat glanzen, het pluist niet en... ja, in de zomer vooral ook. Als je veel op het strand bent en zo, dan is het echt een must. Nou, dan heel simpel. Make-up reinigingsdoekjes van de Kruidvat. Deze vond ik prima. Ik heb er niet zoveel meer over te zeggen verder. Het product is Tea Tree Water van de Lush. En dit vind ik echt een geweldige tonic. Ik gebruik hem dus nadat ik mijn make-up heb verwijderd met zo'n doekje. Dan gebruik ik eerst nog reinigingsmelk en daarna deze tonic. En dat zorgt ervoor dat je huid goed gehydrateerd blijft. En ja, deze zou ook effectief werken tegen bacteriën die puistjes veroorzaken. En ik moet zeggen dat ik wel echt het idee heb dat mijn huid verbeterd is sinds ik deze gebruik. Ik gebruik deze sinds december. Het kost €10 voor zo'n kleintje. Ik gebruik hem echt iedere avond. Soms ook 's ochtends voordat ik mijn dagcreme opdoe. En ja, ik vind het echt heel fijn spul. Dus ik ga deze zeker opnieuw kopen. Ik bouw er eigenlijk van dat ik hem nu niet op voorraad heb. Maar nu ga ik weer even over op een oude tonic dan. Dan een under eye concealer van Maybelline. Super fijn. Het werkt met zo'n sponsje. En dan doe je het onder je ogen. En deze is echt heel erg licht van kleur. Helaas is hij op. En het nadeel is dat hij ook nog uit het assortiment is gehaald in Nederland. Dus daar baal ik echt best wel van. Want ik had eindelijk een goede gevonden die niet brokkelig werd of droog of zo. En... ja, nu is hij eruit. Je kan hem vast nog wel bestellen, daar niet van. Waar ik trouwens ook heel erg van baal is dat je dit laatste er gewoon met geen mogelijkheid uit krijgt. Als ik draai komt er niks meer uit, terwijl ik toch echt nog zo'n laagje met product zie. Dat had ik bij de vorige niet, dus dat is denk ik een foutje bij deze. Ik weet niet precies hoe het anders kan. Nou, dan een simpele nagellakremover van de Kruidvat. Ja, nagellakremover vind ik eigenlijk altijd prima. Deze bevat aceton, zie ik nu. Dat had ik niet expres gekocht, want eigenlijk... koop ik er gewoon altijd maar eentje. Meestal is het dan zonder aceton. Maar ik heb niet gemerkt dat dit heftiger was. Of dat mijn nagelriem hier erger op reageerde. En de nagellak ging er gewoon wel prima af. Dan de Prime & Fine Smoothing Refiner van Catrice. Dus dit is een primer. Die komt in zo'n potje. En die heb ik nu al 3 keer of zo gehad.
En die gebruik ik onder mijn foundation, zodat mijn huid wat soepeler aanvoelt en mijn foundation beter verspreidt en ook beter blijft zitten. Ik vind het wel een fijn product. Ik gebruik altijd een klein beetje, vooral rond mijn neus en de poriën die daar dan wat groter zijn. Dan lijken ze gewoon wat minder zichtbaar en de rode plekjes worden ook iets minder op je gezicht. Ja, dus die vind ik gewoon goed. En ik heb nog niet echt een betere primer gevonden die betaalbaar is. Dus ik denk dat ik deze wel opnieuw ga kopen. Dan de Essence All About Matte Fixing Compact Powder. Nou, deze hebben jullie zeker ook vaker in favoriete video's van mij voorbij zien komen. Want dit vind ik echt een geweldige poeder. Dit is een transparante poeder. Hij ziet er wit uit als je hem koopt. Maar op je huid geeft hij geen kleur af. En hij matteert echt perfect. Dus dat is ook echt heel erg fijn. Hij was wel weer aan het einde gebroken. Dat gebeurt helaas snel met deze poeder. En dat heb ik toen maar weggegooid. Want dat waren zulke kleine stukjes dat ik het niet meer echt goed kon gebruiken. En overal kwam poeder. Maar hij is €3,90 geloof ik. En dat is hij echt waard. Want hij werkt zo goed. Dus deze kan ik jullie ook echt aanraden. Nou, dan heb ik ook een deodorant opgemaakt. Een roller van Rexona. De Cotton Ultra Dry. En deze ruikt gewoon naar frisse was eigenlijk. Heel lekker geurtje. En ja, ik gebruik altijd rollers. Dat vind ik het meest prettig. Het prikt niet. En ik heb het idee dat ik echt bij ieder plekje goed kan komen. En dat het beter zijn werk doet. Bij mij in ieder geval. Dus daarom vind ik dat heel prettig. En ja, Rexona, Dolfa. Om eerlijk te zijn vind ik ze eigenlijk altijd allemaal even goed werken bij mij. Ik wissel vaak een beetje af. Dus die. En dan het allerlaatste product alweer. Dat is een parfum van Estée Lauder. Estée Lauder. Ik heb echt geen idee hoe je het uitspreekt. Sorry daarvoor. En deze heet Pleasure. En ik heb het doosje wat er omheen zat toen heb ik niet meer. Maar wat ik nog wel weet is dat er White Musk in zat. En daar ben ik zelf dol op die geur. Ja, hij ruikt heel lekker. Ja, lenteachtig eigenlijk wel. Fris, bloemig. Ik vond dit een hele lekkere parfum. Het is niet dat ik echt denk, oh, ik moet hem weer hebben. Maar ik heb hem wel met veel plezier gebruikt. En wie weet dat ik hem ooit weer aanschaf. Oké, dat was mijn opgemaakt video voor deze keer. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Als je het leuk vond, zou ik het super vinden als je een duimpje omhoog doet. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, dat kan hieronder. Er staat een knopje en dan kan je je abonneren. En ja, dan zie ik jullie volgende keer weer. Doeg!